Hey YouTube, vandaag wil ik jullie graag wat vertellen over de rakkers hier achter mij. Vuurgranalen en hoe je ze kweekt. Heel simpel, maar ja, veel mensen vragen erom. Moeilijk is het niet, maar ik zal er toch een video over maken voor degenen die het graag willen weten. Let's go! Dan heb je binnen no time heb je er honderden. Je ziet dat hier voor zit een vrouwtje. Ik zal proberen er in beeld te brengen. Scherp te stellen. Kijk, je ziet die buik, die is geel. Dan zie je heel kleine eitjes zitten als je het goed bekijkt. Dus dat is een zwangere vrouw. En de mannen, dit is een man. En die herken je vooral aan, die zijn lichter van kleur. En die hebben niet zo'n hangbuik, zeg maar. Dus doe nooit alleen al je lichtere garnalen weg, want dat zijn vaak de mannen. En dit, kijk, deze mooie, dat zijn de vrouwen. Je ziet er vol zitten met eitjes. Dit zit ook vol met eitjes, is ook een vrouw. Ik heb ze niet geselecteerd op gradatie. Je hebt Sakura, je hebt Bloody Mary, je hebt Painted Red, Fire Red, diverse benamingen. Maar ja, dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Hoe weet je nou wanneer de granalen gaan kweken? Nou, meestal begint dat met een vervelling van een vrouwtje. Hier zie je een velletje liggen. Dat witte, dat is een schaal van een garnaal. En vaak zijn ze dan daarna vruchtbaar. Tenminste, dan gaan de mannen op zoek, want dan scheidt ze een bepaald feromoon uit, een bepaald hormoon. Waardoor alle mannen gaan jagen, als het ware. Je ziet het hier ook enigszins gebeuren in mijn bak, niet heel ernstig, maar je ziet mannetjes hier op de achtergrond, die zijn door de bak aan het zwemmen. Daarachter zie je hem ook door de bak aan het zwemmen. Die zijn op zoek naar het vrouwtje wat vruchtbaar is, om er te vangen en te bevruchten. Dus dit noemen ze vaak disco, de garnalen disco. Als dit aan je bak gaande is, weet je van nou, hè, er is een vrouwtje vruchtbaar en ik kan binnen een maand jonge garnaaltjes verwachten. En hoe klein zijn die dan, die jonge garnaaltjes? Zullen we eens even kijken of we daar een voorbeeldje van zien in de bak. Oh, hier zie je er eentje zitten, maar dat is nog niet eens een hele jonge. Even kijken of we hem kunnen pakken met de camera. Even kijken, waar is het? Ja, hier. Achter de meest rechter grote garnaal zie je een heel dicht garnaaltje bewegen. En dat is een, ja, die is al waarschijnlijk al een week oud. Zo niet al, al langer dan dat. Want als ze net geboren zijn, zijn ze echt minuscuul. Kun je vuurgranalen bij vissen houden? Jazeker, dat kan. Zorg er wel voor dat je geen rovers heb en dat het kleinere vissen zijn. Ik heb ze bijvoorbeeld bij een Rasboras Galaxies, kan ik ze houden. Af en toe wordt er wel een garnaaltje weggesnoept, maar deze vuurgranalen die vermenigvuldigen zich zo snel dat het niet zo'n probleem is dat er af en toe een garnaaltje wordt weggesnoept. Wil je echter dat ze allemaal overleven, dan moet je ze in een speciaal bak houden zoals ik ze nu heb. Ik heb hier nu geen vis bij. Dan zul je zien dat ze nog vele malen sneller voortplanten. Alhoewel ik ze ook met antlergubben heb gehad. En dan doen ze het ook als een tierenlier. Als er maar voldoende beschutting in de vorm van mos of hoopjes stenen, fijnbladige planten, hout met kieren erin. Als dat er is, dan weten er altijd wel een aantal zich te redden. Dus ja, en verder hoef je ze dan ook niet extra te voeren. Want ze zullen gewoon de restjes van de vissen opeten. De restjes visvoer is vaak voldoende, ze grazen op. Op algen. En ja, het zijn echte scavengers, hè? Echte aaseters. Dus als er een dood visje is, dan wordt die opgegeten. Ze eten de eigen verschalingen op. Ze eten dode plantenresten. Ja. Dus eigenlijk zijn het hele makkelijke beestjes om te houden. En is het zonde dat niet veel meer mensen garnaaltjes houden. Want het is echt heel leuk om te zien. Ze zijn de hele dag bezig, zoals je ziet. Ze zijn de hele dag aan het scharrelen. En ja, zeker voor kinderen. Past in een klein bakje. Je hoeft er geen grote aquaria voor te hebben. 10 liter kan al genoeg zijn. Al wil ik wel zo erbij zeggen dat 10 liter aquaria wel lastig
stabiel te houden zijn. Dus dat wel wat moeilijker is als je niet ervaren bent met aquariums houden. Maar ja, zeker een aanrader. Mocht je interesse hebben in vuurgarnalen en je vraagt je af van nou, wat kost dat nou, zo'n garnaaltje? In de winkel heb ik ze gezien voor 5, 6 euro per stuk. Dus dat is erg duur. Als je via Marktplaats zoekt, vind je vaak mensen tussen de vanaf 50 cent per stuk. 10 voor 5 euro is redelijk normaal. Ik adviseer je wel om altijd te vragen om foto's van de dieren daadwerkelijk of een filmpje. Dat je kan zien van hè, hoe zien ze eruit. Want ja, je hebt natuurlijk ook mensen die hebben vuurgarnalen met een hele slechte rooddekking. En ja, dan kan je ze voor 50 cent makkelijk kopen. Ik verkoop ze over het algemeen. Deze probeer ik toch al voor 75 cent per stuk tot een euro per stuk te verkopen. Ja, heb je wel een mooie rooddekking en het is gewoon een mooie rode groep. Mocht je er interesse in hebben, neem even contact met mij op. Ik heb niet altijd te koop, maar ja, het gaat vaak zo snel dat ik altijd wel ergens iets over heb. En veel hoef je er niet te kopen, want het is zo gedaan en je hebt zo'n groep van 100.